Het Avondcircus. Slam. Het is woensdagavond en dus doen we een nieuwe editie van het Slam Sexperiment. Liefde, seks, relaties, die wereld duiken we in met verschillende experimenten. En deze week is het aan mij de beurt en ik kreeg maandag de opdracht... laat je omtoveren tot drag queen. Nou, en dat is wat we vandaag gaan doen, hè, Jul? Ja, dat ik heb er helemaal zin in. Jij hebt er helemaal zin in. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje spannend, maar ook wel zoiets van, ik heb wel zoiets van, nou, ik ga dit gewoon ownen. Ja, precies. Ik denk dat je het wel zo staat. Nou, en ik heb natuurlijk waanzinnige hulp, want bij ons in de studio is niemand minder dan Remy. Nou, hoor ik vaak dat ik wel een redelijk vrouwelijk gezicht heb ook. Je hebt een heel feminien gezicht. Dus, ja, zeg maar, wat is je eerste indruk, Remy? Wat denk je ervan? Kijk, de disclaimer sowieso die ik ook gegeven heb. Ik ben natuurlijk zelf geen drag queen. Nee. Dus het is voor mij net zo'n spannende uitdaging wat dit gaat worden. Maar ik zie wel inderdaad, je hebt niet een enorm uitstekende wenkbrauwbot en dat soort dingen. Je hebt mooie jukbeenderen, dus ik denk... Dat ja, is lippen. Die ziet er goed uit. Goed nu al. Heb je al vind het ook zo leuk dat we een keer over make-up gaan praten. Oh, lekker en vrouwelijk hier zo. Ja. En heb je al een beetje, want ik neem aan dat ik zat een beetje door je Insta heen te scrollen. Remy Stefan, als mensen nieuwsgierig zijn. En daar zie ik ook veel dingen met echte ogen die eruit springen. Gewoon ogen in heftige kleuren en zo. Is dat ook een beetje waar je de focus op wil leggen? Of, Ik denk wel dat ogen de focus wordt. En ik denk dat we gewoon inderdaad wel een beetje heftige glittertjes moeten doen. En dat soort dingen. Weet je, als er glitter op zit, dan kijkt toch men alleen maar naar dat. Ja, dus dan maakt het niet meer uit hoe de rest eruit ziet. Hey, laten we inderdaad maar gewoon beginnen. En dan checken we gedurende de avond nog even in hoe dat allemaal zo verloopt. Ik zal ook aan Julia en Erik Jan overlaten om dan te kijken hoe het eruit ziet. Doe wat jij kan, want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Het Slam Sexperiment. Ja, en in het Sexperiment doen we experimenten die iets met liefde, seks, relaties te maken hebben. Erotiek. En deze week is het idee van tover jezelf om tot drag queen. Nou, tot op heden gaat dat volgens mij best aardig. Want Remy is me bezig hier. Remy, wat probeer jij nou? Je bent met zijn ogen begonnen. En in dit geval zijn wenkbrauwen. Mm-hmm. Probeer je nu zijn huidige wenkbrauwen, laat maar zeggen, op hetzelfde niveau te krijgen als zijn huid? Of wat ben je eraan het doen? Je slaat de spijker op zijn kop. Oh, oké. Okay. Dat is wat we aan het doen zijn. We proberen zijn wenkbrauwen gewoon weg te krijgen. Zodat we een rood en amazing oog kunnen krijgen. Amazing. Okay. En ik laten we een andere wenkbrauw erbij. Top. Iets hoog. Oh, je ziet er al nu al lekker uit. Op hoeveel procent zitten we ongeveer, Remy, denk je? Laten we een 20 doen. Oh, god. Ja. Je hebt nu een gezicht, je kan nu zo meedoen met Batman, laat maar zeggen. Hey, hey, I wanna sell what you're buying. Experiment. Ja, we hebben maandag een opdracht uitgedeeld. En de opdracht was: Daniel, laat je omtoveren tot drag queen. Nou is make-up artist Remy is toch anderhalf uur met mij bezig geweest. Mm-hmm. Mm-hmm. Hij is het er heet van? Tocht, ik heb het er heet van. Oh. Ja, ik heb dus nog geen idee. Ik heb mezelf bewust een beetje naar buiten gehouden. Ik heb geen beeldschermen gezien, niks. Ja, jullie weten allemaal precies hoe ik eruit zie. Maar ja. Nou, ik wil het zelf nou ook wel zien. Ja, het is echt prachtig. Remy, het is echt heel mooi. Even een technische vraag. Op een gegeven moment heb je ook rouge bij hem gedaan? Of zoiets? Ja, rouge. Want op een gegeven moment, dus iets boven die rouge, begon je met een soort van goudkleurig glitter. Wat was dat dan? Bedoel je? Op met een klein kwastje. Oh ja, dat is highlight. Oh! Is dat highlight? Oh! Ja. Mooi, ik zie het nu voor het eerst. Holy shit. Ja, en je voelt natuurlijk wel dat jij lang bezig bent en dat je veel aan het doen bent. Maar dat het dit geworden was, ik had geen idee. Oh, wow. Is het goed? Even heel eerlijk, het heeft wel een beetje die drag... Doe even je mic wat dichterbij. Oh, sorry, het heeft wel een beetje die drag vibe waar we nou op zoek waren. Ja, toch? Ja, ik zie het er wel aan, duidelijk. Okay, wow, thank man. Thank the lord. En met de ogen ook, maar helemaal zo ook... Wauw, man. Ja, wat zo. Zei je net, Erik Jan? Ik heb geen idee. Ik lul zoveel uit mijn nek. Je zei Dani ook een beetje naar bed. Oh ja. Ja, toch? Heerlijk. Als jij die pruik op doet, ga ik met je mee. Oh, nou. Ja, ik vind het experiment wel geslaagd, eerlijk gezegd.